laatst zei Berry ook dat middenstuk van Lips, wat er misschien nou uitgeknipt wordt of zo, maar dat was een piano. En dan zei Berry, wie heeft dat gespeeld? Weet je wel? En dan zegt iemand, hij heeft Rinus gespeeld. Hij heeft Rinus dat gespeeld? Hoe kan dat nou? Ja, heb ik gespeeld. Oh, ik wist niet dat jij dat kon. Ja, maar mijn pech was dat ik het op een piano heb gespeeld waar het pedaal van kraakte. Maar dat was een Steinway uit 1876, waar de eigenaar heel trots op was. En ik had er lekker op zitten spelen zo in één keer. Oh, lekker zeg, hé. En dan komt het in de studio en dan zit Sonneveld, onze technicus. Die zit, oh, ik hoor een kraak. Ik zeg, wat dan? Ja, ik hoor gewoon gekraak er doorheen. Hij hoort gekraak en dan hoor je, als je gaat luisteren, hoor je dat kunk, hoor je zo. Kunk. Dat was niet eens opgevallen. Dit zijn nou dingen die in een studio gebeuren. Zet Berry, wat maakt dat uit? Klinkt toch te gek? Nee, dat spelen we over. Ik denk, shit, moet ik dat overspelen? Dat kan ik nooit meer, weet je. Ik heb het één keer gedaan. Dat is mijn... Ik was wel blij dat het gelukt was. Levenswerk. Dus wij naar een studio in Wisseloord met z'n tweeën, ik met Sonneveld. De hele avond tot 2 uur 's nachts zitten spelen. Nou, het werd niet... Ja, dan moet je wel hetzelfde spelen. Ja, sorry, maar ik kan nooit hetzelfde spelen. En dan moet ik luisteren nog. Ja, dat stukje bij. Ik zeg, maar het is toch goed gespeeld? Ik kan dat niet nog een keer. Dan speel ik het anders. Ah, dan speel ik het een beetje anders. Nou, maar het moet wel kloppen met de zang. Ik zeg, ja, maar die zang is later gespeeld dan ik, weet je wel. Ja, dan krijg je... Ik zeg, nou, ik zal het proberen. Hij de zang weer laten horen, ik eromheen. Nou, dan ben je dus vanaf 6 uur tot 2 uur 's nachts bezig. Ja, nou, we call it a day, oké. Okay. Nou, ik heb mijn best gedaan. Wordt afgedraaid, komt bij Sjors. Ja, maar dit is heel anders. Ja, logisch, heel anders, weet je wel. Ja, maar dat kon ik vond dat andere juist zo mooi, weet je wel. Ja, maar daar zit een kraak in van een kutpedaal. Dus nou ja... Ik denk, nou, dan ga ik het thuis doen met een digitale piano. Dan krijg ik het wel gelijk, weet je wel. Ja, zeker, dat wordt gelijk weggevaagd, natuurlijk.